John Schuurhuizen, trainer van Leonidas Zaterdag. Vandaag 5-3 verlies tegen Alexandria 66. Ja, je komt op een gegeven moment in de eerste helft 1-0 achter. Kom je toch nog knap terug op 1-1? Ja. Ja, weet je, alles wat ik ook nu zeg, 5-3 verloren. Maar als je de 1-0 van Alexandria ziet, is het gewoon een hensbal. Een grensrecht tussen vlag omhoog steken. En ja, goed, scheidsrechter kon het misschien niet goed zien, maar daar komt wel de 1-0 van Alexandria uit. En wij maken dan snel naar 1-1, maar het moet eigenlijk 1-0 voor ons te zijn. Ja, wat ik al net al zei, dat zijn gewoon dingetjes die irriteren mateloos. Maar het gebeurt. Je gaat dus met die 1-1 de rust in. Dan neem ik aan dat je eventjes goed praat met jongens in de rust. Na rust, ja, begin je goed. Dat gaf je net zelf ook aan. Ik bedoel, het stond allemaal goed. Ja, putte vertrouwen uit die 1-1 en het was goed in de rust in de kleedkamer en wat ik al zei, de eerste 6, 7 minuten na rust stond het gewoon. Dat was, Alexander kwam er niet zo door als in de eerste helft. Ja, en dan komt er een lange bal, dat zie je deze middag, dan komt iemand hem roerig op monteren, dacht ik, over mijn eigen keeper heen. Ja, dat zijn dodelijke momenten. Dodelijk. Dat is dan de pech die je hebt. Ja, dan is er binnen 10 minuten tijd, sta je ineens met 4-1 achter. Ja, dan is dat net misschien even weer het omslagpunt, want je komt nog heel knap terug tot 4-3. Jawel, maar dan is de wedstrijd heb je al verloren in het eerste tweede gedeelte van het eerste kwartier naar rust. En dat mag gewoon niet gebeuren. En hoeveel je daarna ook maakt, je maakt er gewoon altijd eentje minder. En dat bleek ook wel. En de laatste goal van hun is ook buitenspel. Maar dat zijn allemaal dingen, je kan op dit niveau niet verslappen. Je moet er gewoon altijd staan 90 minuten lang. Dat hebben we vandaag niet gedaan, heel de wedstrijd. Je gaf aan dat het in deze eerste klasse dan toch wel wat anders is dan vorig jaar in die tweede klasse. Maar ja, ondanks het verlies, je ziet wel, neem ik aan, lichtpunten voor de toekomst met deze selectie. Gewoon voor de komende wedstrijden. Nou, lichtpunten in het opbouw, hè. Aantal spelers die je ziet, die je beter ziet gaan, hè, worden. En we hebben gewoon een keer een overwinning nodig. Hè, Alexander is de koploper. Nou, als je de wedstrijd gezien hebt, hè, dan zijn ze misschien voetballend ietsjes verder. Maar ik denk dat wij minstens zo gevaarlijk zijn geweest. Alleen, ja, je maakt ze niet uiteindelijk. Nee, te weinig. Hun 5 en wij 3, dus ja, verlies je.